Superleuk dat je vandaag de tijd hebt kunnen vinden om even aan te schuiven bij ons als nieuwe resident DJ van Goofy Golfers. Vertel, hoe ben je betrokken geraakt bij dit project? Goh, ik ken Paul, de co-founder, al denk om en bij de 20 jaar. Ik had vroeger een platenwinkel en een echte vinylstore en daar was hij klant. Ik heb die winkel in 2008, denk ik, ja, verkocht. En dan ben ik echt fulltime gaan draaien. Ja, heel druk schedule. En dan zijn de wegen eigenlijk een beetje gescheiden. Door de corona, de crisis, heb ik toch 2 jaar thuis gezeten. En daar de tijd toch gevonden van, goh, wat moet ik doen? Zo. En dan ben ik mijn eigen gaan. Ik hoorde van vrienden, de crypto space. Maar had ik zoiets van, oké, laat ik dat eens gaan doen. En daar heb ik me dan echt in verdiept. En zo stootte ik op de NFT's en had ik zoiets van, hey, cool, dat is wel, ja, dat gaat ook hard. En ja, op een gegeven bepaalde dag kreeg ik ineens van, omdat Paul dat had gezien via mijn Instagram, via de social media, had ik iets gepost en Paul die belde mij. En zo zijn we terug bij elkaar geraakt. Nou, op je social media maakte je al bekend de nieuwe resident DJ te zijn van Goofy Golfers. Je schreef daarbij dat iedereen die nog niks weet van NFT's zich er vooral in moet verdiepen. Ja. Waarom schreef je dat? Goh, omdat ik toch merk, voor zowel de NFT-markt als de crypto-markt, merk ik dat heel veel mensen die kennen dat niet. En die willen zich er ook niet in verdiepen. En dat vind ik zo zonde, want ik heb het wel gedaan. Ja, één, het is heel leuk. Het is winstgevend. En het is voor mij toch een nieuwe vorm van beleggen en vooral de NFT-markt dan. En ik merk aan heel veel mensen die er niet mee bezig zijn, die zelfs niet met beleggen, met aandelen of weet ik veel wat, die dat nooit gedaan hebben, die zijn er een beetje heel gesloten voor. En daarom wil ik toch oproepen van goh, als je het echt niet kent, als je het in Keulen noord donderen, van verdiept u er gewoon in. Ik bedoel, surf gewoon, zoek gewoon wat het is en wat het kan en wat het doet. En heb ik ook gedaan. En ik trok echt grote ogen. En dat is een beetje de reden van, oké, doe het toch eens. In plaats van te zeggen, ken ik niet, doe ik niet aan mij. Dus, ik vergelijk dat een beetje mee. Ik zit al 35 jaar in de muziekwereld. Je moet dat vergelijken met een nieuwe plaat. Er komt een nieuwe plaat, je hoort die voor de eerste keer op de radio. En dan heb je al snel de neiging om te zeggen, ken ik niet. Kijk gewoon naar jezelf. Dan heb je zoiets van, dat ken ik niet. Dus dat gaat af. De derde keer dat je die plaat hoort, dan heb je misschien al zoiets van, eigenlijk toch wel een goed, leuk nummer. De vierde keer heb je zoiets van, ah, is hij weer. De vijfde keer, ja, die moet ik hebben. Snap je? En dat is het. Ik had net hetzelfde met heel de crypto space, heel het NFT verhaal. Dus daarom verdiept u er een beetje in en zeg zomaar niet van, niks voor mij. En het is echt niet moeilijk hoor. Ik bedoel, je zoekt gewoon, je googelt het en je vindt het wel. En er staat zoveel op het internet. En je moet een beetje de bagger van het leuke kunnen onderscheiden en het ware ook kunnen onderscheiden. Maar ik denk dat iedereen dat wel voor zich kan. En je vindt het gewoon allemaal online. Voor iedereen die nog twijfelt over wel of niet instappen, wat wil je tegen hen zeggen? Heel simpel, omdat het voor mij is het een nieuwe vorm van beleggen. En dit gaat zo hard gaan volgens mij. Dat is mijn persoonlijke mening dan. Maar dit gaat zo hard gaan dat we er allemaal een beetje beter van worden. En natuurlijk de feestjes niet vergeten. Hè. Er komen massa's leuke parties aan. En ik zal jullie laten dansen. Ik zal jullie heel hard laten dansen. En ik hoop jullie allemaal op de dansvloer te zien. Nogmaals ontzettend bedankt voor je tijd en we gaan je terugzien op de parties.